Vandaag was het dan zover. Het nieuwe winkelcentrum Hart van de Waalsprong is geopend. De inwoners van Nijmegen-Noord hebben lang gewacht op een eigen winkelcentrum, maar kunnen nu terecht bij zo'n 25 winkels, horeca en voorzieningen. Vanmiddag was er samen met burgemeester Bruls een feestelijk startmoment. Nou, het is hartstikke belangrijk en echt een moment waar sommigen in mijn stil staan. Maar je moet denken, sinds halfweg jaren 90, toen de eerste plannen voor de Waalsprong waren, is er aangekondigd en moet ook een stadsdeel winkelcentrum komen. Ja, we zijn nu bijna 30 jaar later, er is veel gebeurd en nu wordt geopend, dus het is echt wel heel bijzonder. En dames en heren, hier is officieel dan het Hart van de Waalsprong geopend. Gefeliciteerd! De Waalsprong gaat vandaag eindelijk open. De winkeliers staan allemaal van jullie klaar. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de mensen die hier wonen en die nog komen wonen, natuurlijk nu allerlei winkels erbij hebben die ze eerst niet hadden. Wat ook echt het gevoel geeft, ja, nou woon ik ook echt in een eigen stadsdeelcentrum in Nijmegen-Noord. Ook de inwoners zijn blij met het nieuwe winkelcentrum Hart van de Waalsprong hier in Nijmegen-Noord. Nou, ik vind het wel heel erg leuk, want ik woon hier in de buurt. Dus ik kijk er eigenlijk al vanaf het moment dat ik hier kan wonen al naar uit dat dit hier komt. Ja, vind ik op zich wel een goede ontwikkeling. Het is in één keer zo ontstaan, dus ik was een beetje verrast, ben hier voor de eerste keer. En ik kwam hier in één keer alles open, dus ik denk dat het wel goed is. Ik vind eerlijk gezegd het mooiste nog wel, al die mensen die hier in het plein in een soort driehoek, hè, de vorm die ze bedacht hebben. Kijk, natuurlijk, de winkels zijn belangrijk, het is belangrijk dat de supermarkten zijn. Maar ik vind de vorm ook wel mooi en ik kan me al verheugen als het hier zomer wordt en je hier op het terras kunt gaan zitten. Ja, het idee dat je ook in Nijmegen-Noord, wat we eigenlijk vooral kenden als een woonbuurt, ook een wat gezellig centrum gaan krijgen. Dat vind ik het allermooiste.